Jenny Kerry hebben op zaterdag 8 oktober 2022 bijkans 160 personen grondpapieren in ontvangst mogen nemen. President Chandrika Prasad Santokhi, die enkele bescheiden overhandigde, legde de nadruk op zekerheid vanwege het beschikken over een perceel. Het staatshoofd zei onder meer dat de regering zelfbouw gaat stimuleren middels het aantrekken van goedkoop kapitaal. Vandaag wederom een bijzonder moment voor Nikeri dat de president hemzelf hier aanwezig is om wederom uitgiftes te plegen naar de bevolking van Nikeri. U weet dat grondproblemen altijd zijn geweest en een stukje zekerheid geeft aan elke burger wanneer iets op jouw naam staat. We weten allemaal waarmee de mensen te kampen hebben. Natuurlijk, waarbij er, en daar vraag ik extra aandacht van de president bij deze, dat we, en de president er is beloofd, dat we in heel Suriname dit gaan doen voor alle burgers. Ik ben bijzonder blij. Maar ook de harde werk, welke verricht is door alle afdelingen in samenspraak. Maar ook de knelpunten die er zijn, die graag ook meegenomen moeten worden ter bespreking, zodat zaken vlotter kunnen lopen. En natuurlijk het beleid van deze regering is steeds erop gericht om elke Surinamer het genot te laten doen komen voor een stukje grond. En daarvoor gaan we natuurlijk. En ik doe een beroep op u om u zich te houden aan de vereiste voorschriften, om daadwerkelijk eigenaar te worden van dat stuk perceel. En doe wederom een beroep op de regering, bijzonder de president, onze president, minister GBB, dat ook de overige afwachtenden heel gauw hun beschikking, BV's, kunnen beschikken. Nogmaals, u allen die vandaag in aanmerking komen, gefeliciteerd en we gaan door met het goede werk. Dank u wel. Vandaag zijn jullie weer hier voor een stukje zekerheid. Ik zie dat mensen hier 30 jaar hebben gewacht, andere 20. We hebben laatst ook iemand een grondpapier uitgereikt hier in juni. Die man heeft 70 jaar gewacht. Die man heeft de leeftijd van 90 jaar bereikt. 70 jaar heeft hij gewacht op het stukje. Dus jullie zijn hier aanwezig vandaag voor een stukje zekerheid. Dus dit is weer een bewijs van deze regering, dat hoe hard deze regering werkt om jullie de zekerheid te geven. We hebben hier vandaag 158 gebracht. Is weinig voor zo'n groot district, maar het begin bij klein. Dus we beginnen, we zijn hier, we komen elke keer met de president hier. En ik beloof hier dat we voor eind december met meer dan 300 stukken gaan komen. Dus we werken eraan, de werkgroep werkt ook eraan. Dus de zekerheid komt. Je ziet al, dit is de vijfde keer dat de president is gekomen. Belangrijke procedure wat ik wil uitleggen. Je weet, vandaag krijgen bepaalde mensen een BV, een bereidsverklaring. Bepaalde mensen krijgen toewijzingsbeschikking. Dus als jullie een bereidsverklaring krijgen, moeten jullie goed lezen wat erop staat. Jullie moeten perceels ID laten maken. Er zijn bepaalde bedragen die gestort moeten worden bij Centrale Bank en Staatskas. En al deze zaken moeten binnen 6 maanden in orde zijn. Die BV moet binnen 6 maanden ingediend worden bij het domeinkantoor. En na indiening, dat wil zeggen dat je die bereidsverklaring hebt aanvaard. En dan krijgen jullie dan die toewijzingsbeschikking. En dat moet ook binnen 4 maanden bij GLIS ingeschreven worden. Wat gebeurt? Die voorlichting gaat niet naar de burger toe. En dan zitten die mensen met die stukken, denken dat alles al oké is. Maar zolang die beschikking niet ingeschreven is bij GLIS, at grong an of you. Dus let op, zoveel jaren hebben jullie gewacht. Direct een landmeter zoeken, perceelkaart maken, dan indienen en dan na toewijzingsbeschikking gaan inschrijven bij GLIS. We zijn ook bezig met het woningbouwproject. Er zijn percelen geïdentificeerd, we gaan ook beginnen daarmee. Dus we hebben gesprekken gehad. Dus binnenkort wordt bekendgemaakt waar het wordt. Dus dat wat ook is. De president heeft beloofd, deze regering heeft beloofd. Iedereen die 21 jaar heeft bereikt, heeft recht op een perceel. We hebben al uitgereikt, online geregistreerd ook. Er zijn meer dan 100.000. Dus nu hebben we al bepaalde districten al uitgereikt. Dus tot eind van dit jaar hebben we zeker dicht bij de 3.000 dan gehaald. Dus u ziet, de regering werkt hard. Dus er was geen hoop, maar hoop komt nu. Dus
worden jullie, dus jullie zekerheid komt zeker, dus de regering werkt hier hard. Vandaag is er weer een mooie dag, we zijn hier allemaal. En zoals meneer Ramskoel heeft aangegeven, we zijn hier wederom met 158 bereidsverklaringen, oftewel toewijzingen. Kahte hai boon boon se sagar banta hai. Dat wil zeggen dat alle klein beetjes helpen om een beter Suriname te worden straks. Vandaag zijn er 100 mensen, over enkele dagen komen er nog een aantal mensen. En zo zal de regering trachten om end of the rit aan te geven dat wij allemaal over een beschikking hebben, over een eigen grondperceel hebben. Ik wil u allen feliciteren. En meneer Ramsekoel heeft iets heel moois hier aangehaald met betrekking tot de aanvragen. Ik zal wel hierover in de DNA natuurlijk ook verder uitweiden, maar ik heb een ander mening met betrekking tot, soms komen mensen ook bij mij op kantoor en die aangeven, ja, maar mevrouw Jeffrey, ik ben de eerste aanvrager en hoe kan meneer A of meneer B krijgen op mijn aanvraag? Er moet een redelijk onderzoek ook komen. U hebt 20 keren aangevraagd, u hebt 20 percelen gehad op uw naam, u bent gaan speculeren of misschien bent u, hebt u ook niet gespeculeerd, maar u hebt iets gedaan en u hebt percelen al eerder gehad. Maar de tweede persoon die bij mij komt, heeft nooit eerder een perceel gehad. En jij bent de 21ste kavel voor de 21ste kavel, die misschien ook ergens een voorkennis heeft dat er daar een broodkavel is. En die komt mooi aanvragen en u gaat blijven hameren. Ja, maar ik ben de eerste aanvrager en ik heb recht erop. Dus we zullen ook dat soort zaken ook allemaal meenemen, president. Vooral bij nieuwe uitgiftes. Meneer Ramsekoel, alsjeblieft dit ook meenemen. Maar wat ik vandaag hier wel weer aangeef, en het is een belofte die ik aan mezelf wil gaan maken. En dit komt omdat ik recent nog iets heb meegemaakt. Een 80-jarige vrouw, heel erg ziek. En de kinderen belden me al bijna drie dagen. Mevrouw Jacques, wilt u niet even langskomen? Mijn moeder wil heel graag u zien. Kom even langs, praat even met die vrouw. En ze is heel erg ziek. En ik ga naar die vrouw toe. Die vrouw is heel erg ziek, maar in staat om te praten. En zo toevallig herkent ze me. En ze houdt mijn handen vast met een baby, welke ze ook nog aanvaard heeft 10 jaar geleden. Maar hartstikke zijn blijven liggen in Paramaribo. Nooit een beschikking gehad. Die vrouw met tranen in haar ogen zegt tegen mij, houdt mijn hand vast. Ik denk niet dat ik in dit leven ooit een beschikking in mijn handen ga kunnen vasthouden. Dit is mijn baby die ik al zoveel jaren heb aanvaard. Maar mijn kind, ik hoop dat je je sterk maakt. En zodanig sterk maakt dat dit onrecht dat gebeurt met grond. Want bare is dunia met bare jagre. In dit land, in deze wereld zijn grote oorlogen ontstaan om grond. En we moeten dit probleem oplossen. Ik, totdat God mij de kracht geeft en ik in de functie ben. En president mij niet bedankt. En iets anders geeft. En ik de bevoegdheden heb, zal ik me sterk maken om ervoor te zorgen. Dat alle cases die bij mij komen, dat ik ze echt allemaal, ik nam ze allemaal serieus, maar ik heb ze altijd verwezen naar de DC, naar de werkgroepcommissie, naar ROGB, omdat dat de werkwijze is. Ik ben niet iemand die ook alle kennis heeft, wat u allemaal nodig hebt, wat u allemaal moet indienen. Maar ik heb de informatie nu ook van meneer Ramsekoel, waarop ik allemaal moet letten voordat ik stukken in ontvangst neem van iemand. Maar wij gaan allemaal samen werken dat het probleem met betrekking tot gronduitgifte tot het verleden mag behoren. En allen, zoals de president heeft aangegeven, en hij werkt dag en nacht. De box die wij krijgen, niet letterlijk schaap en bokken, maar de box die hij ons geeft. Ja, soms vraag je ook van, hé, is het niet een andere manier? Maar wij krijgen ook heel veel bok van de president, wanneer zaken niet goed gaan. En ik beloof die president, u bent er hier. Samen met het totale Nigeriaanse volk en de uitvoerders zullen wij eraan werken dat het grondprobleem in ons district althans tot het verleden mag behoren. Dank u en u allen die hier zijn, gefeliciteerd. En ze staat dus maar tegen mij. En meneer Nanga Blakka MP tegen mij. Boy, die mij kies dat telefoon, dat mijn papier had door. En dat was dan wel zijn zakken in mijn skin. Dat mijn breedte, dat bakka 20 jaar. Het was meer, langer dan 20 jaar. Dat mij kies mijn papier. Weet je wat voor gevoel dat geeft? En mij staat dat alles massa's donja. En hoop bijna op begeven opkaba. Maar laat mij één ding zeggen. Zolang een president dong, dis president, Santokis dong, nanga een team, no frede. Alas ma papieren sa din in. Wins you up one chin probleem, oh los op. En if you up rechta pa papieren dat,
yo kissing. Maar dat is belangrijk voor die, de kondreman voor nu, de familieman voor nu, zekerheid. Hij wordt bezig in een herkondre. Die deel je zo. We praten krom papieren. Begin november wordt er een para. Ook daar zijn er meer dan 1500 percelen die we gaan uitreiken. En dan gaan we naar Marowijnen. Gaan we daar ook uitreiken. En zo maken we onze ronde overal. En ik dank alle medewerkers, directieteam, minister van GBB. Want ik bel minister een week, anderhalve week geleden. Ik ga naar Nigeria en die grondpapieren moeten weer uitgereiken. En ze heeft gewerkt. De koorconferentie is weinig. Nee, we komen elke week om uit te reiken. Elke week komen we uit te reiken. Voor eind van het jaar zijn we weer hier. Maar de vraag is, wie kreeg het allemaal? Want als je met grondpapieren komt, van al die mensen die online geregistreerd hebben, en terecht toe, want dat systeem werkt, het systeem is rokko. Want alles maar ze registreren online, hij vindt een grond, hoe zorgen dat komen we in? Meer dan 500, hoe zorgen dat Wanika? Meer dan 600, online geregistreerd. Maar die online geregistreerden, die zijn van nauwelijks een jaar geleden. En dan gaat het heel pijnlijk overkomen bij heel wat mensen, zoals een paar daarachter, die al 20 jaar wachten, 25 jaar wachten, dat de meisje, dat Trasuma, zou wachten, een jaar is gronkeba en deno vinden. Dus ik heb balans kon. En die is de opdracht gegeven aan de minister, en Telek is er. Mensen van GB, tot hoe laat zijn jullie bezig geweest gisteren? Hoe laat? 11 uur net die de man bij de bezigheid. Dat is een stuk commanding. Omdat ik duidelijk opdracht geef. Mij want balans. Mij want tevredenheid. En omdat ik met kodja's om een rijk grondpapieren. Dat want deel breed die. En want bigge deel de ontevreden. Dat nog mag. En dat ook wel een presentiële werkgroep. Hoe vergaderen we dat? Misschien ook een morgenboom. Tintjes aan die ding. Stap te maken aan een samenwerking. We lossen dus aan dat ook toe op. Mijn zoon om elis bekomt van. Ja zo, alle moe bekomt. Maar alle de tralisten die bekomt. Mensen doen vergader. Toen zijn de topproblemen bij Jerev niet keren. Toen zijn niet. President Bazo. President Grong. Wel een lees dit bekomt. No one is een takbazo probleem. En we kunnen een werkgroep komen. En we evalueren. En het blijkt dat werkgroep, die presentiële werkgroep, want soms is mijn liever kritiek. Soms is presentiële commissie, maar dat is mijn rokko. En resultaten bereikt. En is de Mikisa verslag. Meer dan 2000 bazo kaarten die we regelen in een korte tijdsperiode voor Nigerianen. Daarom aan rust komen. Alles moet op recht op gezondheid. Alles moet op toegang tot gezondheid. En we breed je als een rokko. Zo als een rokko ook toe voor grondtory. Alleen moeten we zorg dragen dat die stukken op tijd ingediend worden. Alle stukken er zijn. En dan komt het goed. En ik ben bijzonder blij dat we vandaag weer grondpapieren kunnen uitreiken. Gisteren heb ik glas, vezel, kabelproject van Telus hier gelanceerd. Fiberglass, dat wil zeggen de snelheid om te bellen zal vergroot worden, helemaal in je huiskamer. Helemaal in je huiskamer gaat glasvezel komen. Dat wil zeggen alle studenten kunnen beter studeren, want ze kunnen beter toegang krijgen tot internet, meer documenten downloaden. U als Nigeriaan heeft toegang tot de wereld nu. Mensen die online willen studeren. Alle betaalkaarten die kunnen beter geïmplementeerd worden. Maar ook als er hier in een ziekenhuis geopereerd zal moeten worden, kan men in Nederland volgen. En artsen van Nederland kunnen meekijken, omdat nu wel die technische capaciteit is om te communiceren. Dat is wat we doen.
We halen Nikeri ook uit die isolatie als het gaat om communicatie met de wereld. Maar we zijn ook hier om heel wat projecten te bespreken. Waarvoor er geld is. Waarvoor er dossier is. En vandaag heb ik een finale goedkeuring nodig van de structuren, de ministeries, de commissariaten en medewerkers. Dat deze de projecten zullen zijn. En dan gaan we starten met uitvoering. Alleen heb ik één probleem bij de uitvoering van de projecten. En dat is uitvoerders, capaciteit. Dus Nikerianen, meld je aan. Alle jongeren, alle personen die willen meewerken aan het uitvoeren van projecten, meld je aan bij commissaris. Die gaat je doorgeleiden naar het project management team van Nikeri en project management team op het kabinet van de president. Er zijn heel wat projecten al geïdentificeerd die we gaan uitvoeren. Zoals sporthal, totaal wordt gerenoveerd, zwembad wordt helemaal modern gerenoveerd, markt, Nikeri wordt helemaal nieuw. Ik kom terug over enkele weken, als ik me niet vergis deze 21 kom ik terug. 21, met Kobaka. En we gaan backtrack ordenen met modern, met toerisme, met alles gaan we openstellen. Onder coördinatie van de DC. Dat alles gaan we zwakken. Je kiest toerisme daarbij. En plus we met een begin uitgangsplein daarbij. En het toerist ook komt daarbij. De mouse ook. Precies tang. Een paar precies tang. Jong investeren. Appartement. Of zo. En je met money. Dat gaan we doen. Maar ook het trapproject we voeren uit. Agrarisch trainings. Project ook een jaar zo. Wageningen gaat ook projecten krijgen. Heen naar Awatra Dikkebouw. Nu hebben we als regering goedgekeurd het tweede deel. Een prijs tegen de wereld. Dus dat prijs tegen jaar zo toe. Moesten we weer naar de raad gaan om die prijzen weer aan te passen. Dat is inmiddels al goedgekeurd. Dus ook dat project gaat door zodat heen naar kies voldoende Watra.